In Tanzania is een man uit Brabant vermoord. Hij was daar op vakantie met zijn vrouw. De man werd in zijn rug geschoten en overleed nog voor hij kon worden geholpen in het ziekenhuis. Het was een vakantie die we al heel graag, al heel lang wilden doen. Het moest een superreis worden. We hadden er heel veel zin in. En lieve mensen ontmoet. We hadden meteen een gids, werd toegewezen, die stond op Arusha Airport. En ja, daar hadden we meteen een klik mee. En dan kom je op de bestemming in het restaurant en dan word je daar je koffers naar je tent gebracht of je hutje. En dan ga je lekker eten. En ja, de sfeer was eigenlijk perfect nog. Iedereen, het eten was goed. We zaten heel leuk bovenin, dus op het begin zei hij, nou, morgen moeten we weg. Hè. We hadden alles al ingepakt voor Zanzibar. We gaan naar bed. Nou, nog een glaasje wijn mee. En dan gaat er dus altijd, ook in ieder kamp, waar je ook komt, gaat er een man met pijl en boog mee om de dieren die je eventueel tegenkomt af te schrikken. Toen heb ik nog even gezegd van, goh, laat mij ook even, hoe werkt dat? En dus wij zijn eigenlijk heel lachend naar bed gegaan. Ja, we waren doodmoe, dus we zijn gaan slapen en ik werd wakker van heel veel lawaai, gillen, opensnijden van tenten, want dat hoorde je dus wel. En wij lagen onder een klamboe en Erik is er uitgegaan, want die riep toen wel van, neem alles maar mee, pak alles maar, want... Nou ja, en op datzelfde moment hoorde ik een schot. Nou, toen ben ik heel hard gaan gillen. Gillen. En die mannen die zijn daar ook van geschrokken. Dus die hebben mij nog een paar knallen gegeven van mond houden. En die zijn weggegaan. En ik ben mijn bed uitgekomen. Ik heb Erik opgeraapt, want die zakte in elkaar. En opgetild en op zijn bed gelegd. Ze hadden ook nog met zo'n machete mes in zijn arm. En eigenlijk was dat het enige gesneden. Dus dat was het enige wat ik dacht van, ik moet die arm verbinden. En hem op bed leggen. Ja, en toen kwam alles op gang. En nog meer gillen en nog meer mensen. En iedereen die vloog mijn tent in. En die hebben Erik in de deken gerold. En ik moest mee. En we gaan naar een hospitaal. Dus ik dacht, oh nou, ze kunnen nog alles doen. En toen kwamen we bij het hospitaal. En daar kwam een man op zijn fiets gaan. Dat was de arts. En er was een kamertje waar een gietijzeren bed stond. Met spijltjes. Daar werd hij opgelegd. En die arts die kijkt zo en die zegt, niks. Ja, er gaan 100 dingen, 1000 dingen door je hoofd. En ik was alleen maar blij dat het licht werd en dat de manager kwam en zei van, je moet nu gaan actie gaan ondernemen. Je moet nu je kinderen gaan bellen. En dat was een hele zware dobber. En mits de zon voortijdig mijn vleugels niet verbrandt, zien wij elkaar op een dag weer terug. De eerste woede die heb ik uitgeschreeuwd toen ik hulp riep toen hij vermoord werd. En daarna heb ik het gehad, we hadden beeldjes en die hadden we meegenomen uit Tanzania. En die heb ik echt in de open haard verbrand en dat was mijn woede moment. Waarvan ik dacht, ik hoef ook niks meer van dat land. Helemaal niks. Ja, dit vind ik zelf ook zo'n mooie foto. Ja, 6 man hebben ze opgepakt, geloof ik. En de eerste 3 die zijn door de mensen zelf al geëxecuteerd, zal ik maar zeggen. En daarna hebben ze gezegd dat ze berecht zouden worden. Maar in Tanzania berecht worden is een ander verhaal dan hier in Nederland. Trouw voor werken is pas, daar heb ik toch al 2 jaar ruim over gedaan. En de derde jaar werd overspoeld door een
brand hier in huis. En ja, dan ben je, dan denk je, nou, dan heb ik het laatste ben ik kwijt van wat ik nog van ons samen had. Maar dat, ja, dat is weer herbouwd. En ja, ik weet zeker dat hij dit helemaal nog, dat hij hier nog zit. Die ziet, weet ik niet. Maar ik denk dat hij gewoon heel goed voortleeft in ons.